hebben studenten van Fontys die werken op Amsterdam Dance Event University. Enerzijds zijn ze dus het mediateam, dus de social media. En ze begeleiden de eerstejaars en ze hebben panels georganiseerd. Ik ben van het social media team, dus wij maken content voor de social media van ADE University. I am organizing the panel today about diversity. Achter mij zie je de vrijwilligers, die werken voor Fontys. Ik coördineer deze leuke studenten. Wat ik hier vooral geleerd heb de afgelopen dagen is vooral heel veel time management. Je ziet nu echt heel goed wat er zeg maar, op echt fysiek op festivals gebeurt. Je hebt heel veel pieken en dalen en je leert daar heel erg goed mee omgaan. Voor mij is het netwerk heel erg belangrijk omdat ik later in de dance-industrie wil werken en het is een hele goede basis om zo je netwerk te beginnen. A massive advantage is the whole process of organizing the panel and then getting so much more out of it when being here and learning from other panels and people in the industry. Wij studenten hebben natuurlijk de afgelopen 3 dagen superveel ervaring opgedaan. We hebben samen met ADE eigenlijk geïnvesteerd in die talentontwikkelingen waar we aan beide kanten iets van leren. Het geldt ook voor ADE dat ze ook weer leren van die nieuwe generatie. Dus het is eigenlijk, je bent eigenlijk meer dan zonder delen. Zo bouwen we samen aan de nieuwe generatie professionals in de dance industry.